Zullen we een beetje ervaring laten? Hier hebben ze gister een kinderklokje gegoten. En die komt nu uit het zand. Maar welkom, hè? Ja, ja, man. Ja. Gisteren om 8 uur hebben ze hier een klokje gegoten. Zeg maar een klok voor in de toren. Een kinderklokje heet dat. En die hebben de hele nacht afgekoeld. En als goud is, zit er nou nog in het zand. En rolden ze hem er zo uit. Dat is vooral. Kort, u bent van de uurwerkcommissie hier zo van ja, de kerk. En, ja, klopt. Jullie hadden een procent over. Ja, klopt. En door lood je dus vandoor een klok van Guiten. Ja. Maar een hele bijzondere klok. Ja, dat is, ik weet niet of het een officiële term is, maar vroeger was het de kinderklok. En tot tot 1847 had hij een kinderklok hangen. En die is verkocht naar Hoesingertouw. Die had een kleinere klok nodig, want de oude klok was veel te zwaar. En, wat voor reden, dat weten we eigenlijk niet. Maar is, de kleine klok is hier verkocht naar Hoesingertouw. En dan hebben we een nieuwe klok laten gaan die aan dezelfde specificaties voldoet. Maar wel met andere opschriften en zo. En ja, om toch een beetje een nieuwe geschiedenis te maken. Ja. En natuurlijk even met het begrip kinderklok. Ik bedoel, dat is, ja, denk je, kinderklok is een klein klokje, maar dat is niet zo. Ja. Het is een... Ja, die werd vroeger gebruikt als de jonge mensen overleden. Ja. En er werd de kinderklok, die werd luid. En die hadden we natuurlijk niet meer. Dus we hopen dat het eigenlijk nooit luid wordt, zeg maar. Nou ja, door hem zeker. Dat is een holle paard. Ja. Gestroomd, spectaculair. Ja. Een hoop mensen met de Westerkiek. Dat was, eigenlijk moest half stil weten. En dat was, ja, want Simon die moest luisteren, zeg maar, of er goud goten werd. Dus eigenlijk was moe stil. En dat was echt, het was geweldig om te zijn. En Toen het in de maal goten werd, moest hij lusten. Hij lusterde, zeg maar, of dat allemaal goud ging. En, nou, ze hadden een haal goud gevuil over en ze hebben mijn koren gefeliciteerd en er werd een biertje bij dronken. Dus ik ben half benieuwd dat we de roet komen straks. Wat mooi, hè, die klok hier. Ja, prachtig. Een ambacht. Absoluut. Het is echt een ambacht. Ja. Een ambacht die je met elkaar moet doen. Ik zeg net, we komen helemaal uit Utrecht om die te bekijken. Oh, hoe komt dat zo? Nou, mijn man is klokkenluider op de Domtoren in Utrecht. Dus we zijn gisteren hier naartoe gegaan en hebben alles helemaal vanaf het begin gezien. Oh, je mocht echt een weekendje grunnen van? Ja, weekendje grunnen, ja. Dus gisteren op een biedt gooit neem kijken? Ja. En hiervoor komt het grunnen. Dus ik vind het wel mooi om hier weer één te wenen. Dat snap je, hè? Om één in grunnen te wenen. Eén in grunnen, ja. Het zit er nog wel in, zeg. Ja. Het zit er nog wel in. Ja, ja. Is dit nou voor een klokkengieter ook zo'n spectaculair moment of een spannend moment? Zoals ik daar Ja, elke klok is anders en het is elke keer weer spannend van hoe pak je hem uit. Hè? En dan vooral als er publiek bij is, dan is dat wel spannend. Het, de symboliek van deze klok, wat erop staat, kun je daar iets over zeggen? Ja, er staat boven die randschrift hier, dat zijn druiventrosjes. Ze hier zelf ontworpen en dat hebben wij dan op de klok gemaakt. En dan staat er een tekst in het Latijn op. Dat die klok gewijd is aan de heilige Catharina. En dat is dan in het Latijn, dat staat Campanula Sancte Catharinae Dedicata Est. En dat betekent van deze klok is gewijd aan de heilige Catharina. En als die nou zo hier voor je ligt,
tevreden, denk je van, ja, hoor, het is weer gelukt? Zover, ja, ja, maar wat, ja, wat kan er eigenlijk misgaan? Ja, zoveel. Dat, ja, echt waar? Ja, dus kijk, het zijn, weet je wat het is? Het vormproces duurt een week. Het duurt een week om die klok te maken. En dat zijn allemaal stappen die, niet, die zijn onomkeerbaar en niet herhaalbaar. En pas helemaal nu aan het eind, als hij straks hangt en je slaat hem aan, dan blijkt pas of er ergens misschien een fout is gemaakt in een van die voorgaande stappen. En dan dus merk je dan aan het geluid? Ja, de klank moet goed zijn en hij moet er netjes uitzien. En dat weet je pas op het allerlaatst. Wat vind je ervan? Prachtig. Ja, hè? Ongelooflijk mooi. Met de gustrom ook best? Nee. We zijn wel. Die is er wel. Het doet wel zo in gustrom. Ja, nou, door de volk kon je het haast niet zien. Maar vanaf het schermpje met mijn telefoon kon ik het wel zien. Ja. Wat vind je ervan? Ja, mooi. Zoiets maak je niet vaak mee natuurlijk. Dus dan denk je, dan moet je toch even kijken. Dit is de klokkenluider? Dit is de klokkenluider, ja. Moet ik even nou beter aan vragen of het goud is dan aan de klokkenluider zelf? Ik vind het prachtig. De geboorte van een klok. Dat is voor een klokkenluider niets anders. En de andere klok die luidt als een soort welkom. Ja. De verwelkoming was goed. Dat was helemaal goed getimed. Ja. Elektrisch, dat heb ik wel geconstateerd. Ik heb begrepen een speciaal het weekend hier om dit mee te maken. Zeker. Maar ik heb ook begrepen dat het een 3-jarige opleiding is om klokkenluider te worden. Daar kom ik niet helemaal uit. Nee, dat is het bijna zo. Lid worden van het Utrechtse klokkenluidersgilde, want daar hebben we het dan over. Dat lijkt wel een beetje op de Friese Elfstedentochtvereniging. Je moet heel lang wachten. Nou, even vertaald naar de situatie in Utrecht. Je staat 3 jaar op de wachtlijst. En daarna mag je als aspirantluider gedurende een jaar op de diverse torens in de stad Utrecht luiden. En daarna word je gecertificeerd. En als je gecertificeerd bent, dat is een jaar later, ja, dan begint het echte werk. Dan mag je ook alleen op pad, maar ook met teams. Bijvoorbeeld als de domtoren in volle, met vol gelui wordt geluid, dan zijn we met 18 luiders bezig om 14 klokken tegelijkertijd te luiden. Maar dat is maar een paar keer per jaar. Hij hangt inmiddels. Ja. Is het nou en nou wat gebeurt? Ja, nou gaan we luisteren hoe die klinkt. Hè. Dus ik heb hier de klepel, die komt erin te hangen. En die gaan we nou even nog gebruiken om aan te slaan. Ja, dat klinkt mooi, hè? Tevreden? Daar kunnen we zeer tevreden mee zijn. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wil jij alle hoogtepunten van RTV Noord ook op YouTube zien? Abonneer je dan op ons kanaal en kijk verder naar alle andere video's. Hoi!